Inditex Art Gallery heeft gisteravond de expositie Vie à la Condrée geopend. Dit is de tweede groepsexpositie die is samengesteld door kunstenaar Sri Irodikromo. Deze expositie is voor Irodikromo heel persoonlijk. Vie à la Condrée is namelijk samengesteld ter ere van haar vader, kunstenaar Suki Irodikromo, die inmiddels 2 jaar geleden heen ging. De dochter van de gevierde kunstenaar laat in de expositie ook portretten zien die verschillende kunstenaars in de loop der jaren van haar vader hebben gemaakt. Readytex-directeur Monique Naushaya Sukdosing zegt dat à la Condrée van iedere Surinamer is. Maar in de kunstwereld was Suki het boegbeeld van à la Condrée. In Vie à la Condrée is een ereplek weggelegd voor het kopstuk van Suki dat gemaakt is door Erwin de Vries. Deze is naar Nederland gestuurd om in brons gedipt te worden. Het eindresultaat is gisteravond ook gepresenteerd aan de aanwezigen. Tijdens de expositie toont Sri ook een indrukwekkende blauwe keramische sculptuur van haar vader die ze recentelijk in zijn huis vond. Vie à la Condrée is een krachtig en sprekend eerbetoon aan kunstenaar Suki Irodikromo, die beschouwd kan worden als de grondlegger van het à la Condrée denken in de beeldende kunst. De expositie is tot en met zaterdag 1 oktober te zien in de Readytex Art Gallery.